Dus wat er ook gebeurt, je blijft altijd zitten met het probleem, daar is Rusland. En Rusland heeft zich een agressieve, hè, namelijk denk aan die aanval, die onverwachte aanval voor velen, oké, behalve voor de Twitteraars dan, die onverwachte, en Rusland is een door en door onbetrouwbaar land. Als Rusland zegt, nee, we doen het niet, dan doen ze het wel. Rusland is een regime wat overal, altijd, over alles structureel ligt op een niveau wat verbijsterend is. Het verlossen, kunt u mij horen? We krijgen steeds beter een beeld van de plannen van de Russen in ieder geval het oosten van Oekraïne. De stad Kherson laat goed zien wat ze willen. Want vanaf vandaag geldt daar de roebel als officieel betaalmiddel. Er is wel nog een overgangsperiode van een paar weken, heeft het Britse ministerie van Defensie laten weten. Maar daarna kun je dus alleen nog maar met die roebel daar betalen. De Russen hebben ook laten weten aan de bevolking, terugkeer naar Oekraïns gezag is onmogelijk en ondenkbaar. Er zijn pro-Russische stadsbestuurders geïnstalleerd en dit is nu Kherson, maar je kunt er natuurlijk donder op zeggen dat dit straks ook geldt voor de andere steden in het oosten die de Russen in ieder geval in beslag nemen. Daarom deze podcast, 3 scenario's voor het verdere verloop van de oorlog, maar ook 3 scenario's voor de toekomst van Oekraïne. Ja, nou misschien nou eens even naar die Oekraïne kijken, dat is misschien wel nuttig. Stond in het blad Foreign Affairs. Dat is een maandblad over de, nou, zoals het woord al zegt, Foreign Affairs. Nou, een Amerikaanse origine. Het was vroeger wel erg pro-Amerikaanse regering. Dat is naar mijn gevoel een stuk minder geworden. Er staan vaak ook hele kritische stukken in, heel begrijpelijk overigens. Maar nu hadden ze in het meest recente nummer hadden ze een aantal artikelen. En die gingen allemaal over, zeg maar, een onderdeel van de verwachtingen ten aanzien van dit conflict. Dus verwachting 1 is, Rusland wint. Wat zou dat voor consequenties hebben? B, de Oekraïne wint. Wat zou dat voor consequenties hebben? C, er komt een wapenstilstand en een soort tijdelijke vrede, maar niemand is er gelukkig mee. En wat zou dat in principe betekenen? En nou, ik geloof dat er nog een D was. De oorlog gaat gewoon eindeloos door. Dus niet 3 maanden nog of zo, of 2 jaar, maar het gewoon een beetje diezelfde zeurderij als in de Donbass sinds 2014, maar dan op nog jaren. Wat moeten we daarvan denken? Nou, laten we eerst, die kun je allemaal nalopen. Die mensen kunnen dat allemaal, trouwens in die voortreffelijke artikelen kunnen ze dat lezen. Al die artikelen zijn altijd wat aan de lange kant, maar dat geldt ook voor veel stukken in de krant tegenwoordig. Dat je denkt, kom op jongens, hè. Neem een voorbeeld aan de Economist. Hè. Waarom kan het daar wel beknopt, helder en toch volledig verantwoord uiteen worden gezet? Hè? En waarom zijn er op zoveel plaatsen eindeloze hoeveelheden woorden nodig om het een beetje uit de doeken te doen? Komt die wel weer trouwens, de krant? Ach jee, die katten die lopen zo. Dat... Waar zie je de kat? Ja, die komt bijna onder 2 fietsers. Oh, is dat Kees weer de kat? Hebben, nee, dit is de anders in andere. We hebben allemaal jonge katten in de straat. Ah. Maar katten hebben wel echt geen enkel benul van verkeersregels. Hè? Honden ook niet, toch? Nou, volgens mij nog meer dan katten. Ja? Ik zie katten echt dat je denkt, die beesten zijn suïcidaal. Ja. Maar ze letten gewoon totaal niet op. Lekker is dat toch? Als je daar geen rekening mee hoeft te houden. Ja, tot je overreden wordt. Ja. Dan ben je goed de klos. Ja. Waar hadden we het over? Over Foreign Affairs en het artikel wat erin. Hoe zou het zijn als Rusland zou winnen? Dat is optie 1. Dat is optie 1. Dit zijn allemaal opties. Hè? Wacht even, ze doen geen voorspellingen. Dat gaat gebeuren. Ze zeggen alleen, wat zou het... Kijk eens. Daar staat mijn jongste kleinzoon met mijn dochter. Ja, die denkt, wat zit open in de auto te doen met die microfoon? Moeten we hem even stilzetten? Nee joh, dat hoeft niet, Brek. Hij wuift beleefd. Ja. Hij heeft een ijsje gekregen. Hij is een gedecideerd ventje. Komen zij onverwacht? Nee, zij logeren bij ons sinds gisteren. Oké. Okay. Nee, het is niet onverwacht. Het is niet zo dat ik uit de auto moet springen. Nee. Ja, jongens, ja. Man, niet gezien. Nee, het tegendeel is het geval. Nee. Alleen dat is, ik vind wel altijd dat je natuurlijk, hij is de jongste van de kleinkinderen. We hoeven niet moeilijk te doen en meer dan die 4 die er zijn, komen er niet. En dan moet je natuurlijk wel, vooral omdat die kleine kinderen, die zijn enorm attractief. Ja. En maar het
Het gaat zo enorm snel. Dat is echt... Dat zeggen alle grootouders en ouders, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus als je kleine kinderen hebt, mag ik alle luisteraars die kleine kinderen hebben, geniet ervan. Maak er gebruik van. Doe leuke dingen met die kinderen. Want voordat je pap gezegd hebt, niet waar, zitten ze op een elektrische brommer en rijden ze de straat uit zonder goed op te letten. Ja. Ja. Of worden het vervelende pubers die afschuwelijke muziek draaien. Nou ja, je kunt je er allerlei bij voorstellen. Maar dit is, hij is 4, hij wordt 5 op 7 mei. Het is een geweldige fase. Zijn we weer afgedwaald. Ja. Ja, we wisten ook niet dat... Rusland wint, dat was het scenario waar we bij blijven hangen. Dat zou toch in allerlei opzichten rampzalig zijn. Misschien moet ik het toch beginnen met te zeggen, het feit dat Poetin dit gedaan heeft, is natuurlijk toch een zeer ingrijpende gebeurtenis, in de zin dat dit zo totaal onverwacht was. Dat we helemaal geen rekening ermee hadden gehouden dat iemand in Europa, als je althans die ongelukkige Russische Republiek als een deel van Europa wil zien, bereid zou zijn om in feite inderdaad een vrij grootschalige oorlog te beginnen, omdat we dachten dat we daar vanaf waren van dit probleem. Waarbij natuurlijk inderdaad de outsider, want dat is Poetin uiteindelijk, besloten heeft dat hij deze illusie van ons op vrede wijze wilde verstoren, wat hij ook gedaan heeft. En ook het woord vrede is in dit verband niet puur retorisch, maar dat klopt ook wel met de werkelijkheid. Waarmee in feite natuurlijk de hele, zeg maar, veiligheidsarchitectuur van Europa is daarmee op zijn kop gezet. Want we moeten nu gaan nadenken over hoe gaan we dit probleem beheersen. He, want uiteindelijk gaat het erom dat je het beheerst en dat de oorlog weer ophoudt. En dat liefst zo is dat die beheersing ook een zekere stabiliteit vertoont. Want op de achtergrond loert natuurlijk nog een tweede probleem. Niet alleen Poetin is probleem nummer 1, maar zijn geliefde kennis, die is dol op Poetin, namelijk de mogelijke volgende Amerikaanse president, dat is natuurlijk ook een gigantisch probleem. Want we zien nu in deze crisis hoe belangrijk toch de rol van de Verenigde Staten is, en dat ze natuurlijk in militair opzicht van een totaal ander formaat zijn dan de diverse Europese mogendheden. Dus wat betekent dit als op 20 januari van het jaar 2025, niet waar, Trump opnieuw aan de macht zou komen, die een hele lage dunk heeft van de NATO, zoals hij regelmatig heeft laten weten, en die een hele hoge dunk heeft van Poetin, die hij ziet als een man die zijn vak verstaat. En ja... Dat is natuurlijk wel een vrij droevige zaak dat de Amerikaanse president... Nou ja, we hebben, als u een beetje op heeft gelet op het nieuws, dan weet u die ongelooflijk pijnlijke affaire. Waar was het in Helsinki? Ja, dat Trump zichzelf vernedert en belachelijk maakt, niet waar, in aanwezigheid van Poetin en de wereldpers. Mocht u toevallig niet gezien hebben, lees er wat over, kijk er even naar. En u weet hoe treurig in feite de vlag erbij hangt als Poetin... Sorry, Trump, de volgende Amerikaanse president is, wat bepaald niet uitgesloten is. Dus ja, we zijn enorm geschokt over het feit dat ze er iets voor gestaan gedaan wat totaal onverwacht was. Dat in ieder geval voor mij, want ik dacht ook, dat gaat hij natuurlijk nooit doen. Die risico's zijn zo groot en zo gek als hij het zou doen. Maar hij heeft het wel gedaan en zodoende zat ik op dat punt er totaal naast. Ik begrijp dat velen in de rest van de wereld al maandenlang wisten dat het ging gebeuren. Maar goed, ik zat ernaast. Vooral op Twitter. Twitter. Maar goed, je weet dat Twitter, dat is een uniek medium. Waar feitelijk een enorme concentratie van geniale toekomstvoorspellers actief is. Ja, wat nu? Dat is de grote vraag. Wat nu? Gesteld dat Rusland zou winnen. Dat zou betekenen natuurlijk, want dat weten we, dat Poetin in feite... de ambitie om eerst de Oekraïne op te ruimen, of althans te incorporeren in de Russische Republiek, omdat het volgens hem helemaal geen natie is en ook dat daar geen staatsvorming heeft plaatsgevonden. Dat is niet zo, maar dat beweert hij in ieder geval. Hij had veel verdergaande ambities, want de NATO moest opdonderen uit heel Oost-Europa in feite. Zijn, als de Rusland zou winnen, de Baltische Republieken nog wel veilig? Telt dan artikel 5 van het NATO-verdrag, zij zijn alle drie lid van de NATO, of wordt de NATO ook schroomvallig
een NATO die wellicht onder leiding staat van Donald Trump, die er niet veel mee op heeft. Dat weten we dus niet. Je zou kunnen zeggen, als Rusland wint in de Oekraïne, dan is eigenlijk heel Oost-Europa is een soort veiligheidspolitieke rafelrand geworden, waarbij je nooit precies zeker weet wat zijn de mogelijkheden. En zal Poetin loerend op goede gelegenheden stap voor stap proberen om in feite zijn invloed verder in westelijke richting uit te breiden. Dus dat betekent dat wij in dat geval een solide veiligheidspolitiek moeten voeren die een uitgesproken militaire dimensie zou moeten hebben. En dat betekent natuurlijk dat een soort militarisering van de Europese problemen, terwijl we dachten dat we daar grotendeels van af zouden zijn. Dus een Russische overwinning zou, ik denk voor Europa, ook voor de EU-landen, ronduit een drama zijn. Niet anders dan een drama. En in die zin denk ik ook is het volkomen gerechtvaardigd om de Oekraïne zoveel mogelijk te helpen. Dus ook die Nederlandse officieren die nu bezwaar maken tegen het sturen van die panzerhauwitsers, zou ik zeggen, heren, daar valt daar een wereld te winnen, veiligheidspolitiek gezien. Dus laten we, zolang dat mogelijk is, laten we die kansen niet onbenut laten. Gaan de Duitsers nu ook doen, hè? Die gaan nu eindelijk ook die zware wapens. Zelfs de Duitsers, maar ik begreep dat er was een heel leerproces nodig en ze moesten uit de mottenballen gehaald worden. En het kon allemaal wel verbazingwekkend lang gaan duren in ieder geval. Dat je denkt, hup, 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 maak vaart. Juist waar de Weermacht zo goed in was, vaart maken. Dat was mogelijkheid één. Dus toch een zo ingrijpende verstoring door een Russische overwinning. Dat in allerlei opzichten het hele idee van veiligheid in Europa, althans militaire veiligheid in Europa, van de baan is. En we genoodzaakt zijn, zeker wanneer Trump terughoudend zou zijn, om een heel nieuw eigen veiligheidssysteem op te zetten, te organiseren, uit te rusten enzovoort. Dat kunnen we best in Europa, maar dat gaat een hoop kosten. Dat geeft totaal andere prioriteiten. Hè, want ook de Europese NATO-bondgenoten geven een massa geld uit aan militaire zaken. Denk aan Frankrijk en Engeland, wat vrij serieuze militaire mogendheden zijn. Maar dat is allemaal ongecoördineerd. Ze hebben allemaal verschillende vliegtuigen en verschillende. Nou ja, dat is een groot probleem. Nu, scenario 2. De Oekraïne wint. Dat zal eigenlijk in de komende maanden blijken. Dat de Russische opmars vanuit de Donbass, in westelijke richting zou ik maar zeggen, met als doel, voor zover we tot op heden weten, de verovering van die twee Donbass-republieken, maar dan compleet ook, laten we zeggen, naar de grenzen die ze hadden bestuurlijk in de Oekraïne. Plus, zei die Russische generaal, een directe toegang naar Transnistrië. In Moldavië? Ja, daarvan heeft tot nu toe eigenlijk vrijwel iedereen die ik daarover gelezen heb gezegd, dat gaat de Russen zeker niet lukken. Mariupol, wat ze nu al 100 keer beweerd van hebben, dat het nu echt eindelijk afgelopen was. De Russen hebben gewonnen. Nee dus. Dat blijkt elke keer onjuist te zijn. Maar goed, de Oekraïne slaagt erin om die hele opmars te stoppen. Zelfs misschien her en daar terug te dringen. Dan zit je toch met het probleem natuurlijk. Dat de Russen toch op een aantal gebieden van de Oekraïne bezet hebben. Kijk even naar de kaartjes. De vraag is of het Oekraïense leger, hoe succesvol ook, in met name in het opvangen van en terugdringen van Russische offensieven. Ik begreep ook dat nu het begin van het offensief vanuit de Donbass ook nou bepaald niet spectaculair was, maar dat moeten we afwachten. Het wil nog niet zeggen dat het Oekraïense leger ook in staat is om alle Russen de Oekraïne uit te gooien. Dat is eigenlijk niet buitengewoon waarschijnlijk. Dus je zit dan met een situatie waarin Poetin in ieder geval niet winnen kan, ook niks gewonnen heeft, maar zou die bereid zijn om dan ook een vredesovereenkomst te sluiten met de Oekraïne? Zou de Oekraïne zo'n overeenkomst willen sluiten? Wat zijn dan de wederzijdse eisen? Want als je dus niet in staat bent om de Russen er echt compleet uit te gooien, dan keer je misschien weer terug, maar op een ander en onaangenamer niveau, naar de situatie die sinds 2014 heeft bestaan.
He, namelijk dat er eindeloos geklooid werd daar aan dat front in de Donbass en elkaar voortdurend beschoten. En dan dit nog op een wat grotere schaal, bij wijze van spreken. Je kunt je ook voorstellen dat Poetin wel van die afschuwelijke raketten blijft afschieten. En we hebben al besproken hoe wij dat zelf ook prima zouden kunnen. Je kunt van alles in elkaar schieten als je verder geen gecoördineerde plannen hebt. Maar de verwoestingen die zijn enorm, daar komt het wel op neer. Dus ja, de Oekraïne kan winnen. Ik heb weer de Oekraïne gezet. Oekraïne kan winnen. Maar dat betekent niet dat Rusland verdwijnt. Rusland blijft gewoon bestaan. Het is het grootste land ter wereld. Gaat er niet goed. Daar zijn we het allemaal over eens. Het is economisch ook een janboel. Dat is waar. Maar het is het grootste land ter wereld. Het is een nucleaire mogendheid. Ook als het Russische leger niet behoorlijk functioneert, is het toch een groot leger met een soort van potentie, laten we het maar zo zeggen. Dus wat doe je dan met je Oekraïense overwinning? Dus je hebt de wensen van Poetin heb je gefrustreerd. Dat heb je gedaan. Maar wat zijn nu de mogelijkheden? Want aangezien Rusland daar gewoon blijft, en dan kan nog iemand zeggen, een optimist zegt van nou, kijk eens, als de Oekraïne wint, dat zal zo'n klap zijn voor het Kremlin, dat Poetin wordt weggejaagd of daar doen ze iets mee, weet ik veel, of hij treedt af of hij emigreert. En, nou ja, kortom, en dan komt er een veel gewilliger club komt aan de macht in het Kremlin. Daar zou ik niet op rekenen. We hebben al eerder laten zien, hoop ik, dat Rusland eigenlijk buitengewoon weinig talent heeft voor een democratische orde. Zelfs voor een beperkte democratische orde. Het is eigenlijk in dat opzicht een intens triest land. Dus je blijft zitten met het potentiële gevaar van Rusland. Ook als Rusland verloren heeft, is het nog potentieel gevaarlijk. Want het kan in principe zeggen, nou ja, we sluiten een wapenstilstand. Maar verder doen we niks bijzonders. En we bouwen de hele zaak weer op en we beginnen weer met intimidatie, dreigementen enzovoort. Die hebben we bij 2014 in de na onvoldoende serieus genomen. Dus die zullen we dan ook serieus moeten nemen. Dus dan is de vraag aan de orde, wat is er eigenlijk mogelijk op het punt van een vergelijk tussen de strijdende partijen? Want Poetin zal ook niet zo makkelijk zeggen van, nou ja, ik heb verloren, ik stop er voorlopig mee. Poetin zal alleen maar stoppen wanneer hij ook zichzelf kan wijsmaken of de Russische bevolking kan wijsmaken dat hij ook iets gewonnen heeft. Ja. Dus wat er ook gebeurt, je blijft altijd zitten met het probleem, daar is Rusland. Mm-hmm. En Rusland heeft zich een agressieve, namelijk denk aan die aanval, die onverwachte aanval voor velen, behalve voor de Twitteraars dan, die onverwachte, en Rusland is een door en door onbetrouwbaar land. Als Rusland zegt, nee, we doen het niet, dan doen ze het wel. Rusland is een regime wat overal, altijd, over alles structureel ligt op een niveau wat verbijsterend is. Maar aangezien de media in dat land ongelukkigerwijs volledig in Poetins handen zijn, weten veel Russen niet hoe het precies zit. Wat zou een succes kunnen zijn voor Poetin? Want hij heeft nu de Donbass. Hij kan zeggen, ik heb die regio bevrijd. Kijk eens even, klaar. Ja, het is natuurlijk pas succes als hij iets meer zou kunnen laten zien dan de Krim en die dat stukje Donbass wat hij ook al in 2014 Hij is nu naar Odessa aan het oprukken. He? Want daar is natuurlijk nu een hele strook in het noorden. Maar gaat de Oekraïne daarmee akkoord? Want dat is natuurlijk ook een vraag die je kunt stellen. In hoeverre is de Oekraïne die gewonnen heeft bereid om akkoord te gaan met toch een verlies van een deel van het oosten van Oekraïne? Meer dan bijvoorbeeld in 2014 zullen ze niet zeggen, ja wacht nou eens even. Dus dat kan, dat, is Oekraïne bereid dan een vredesakkoord te sluiten? Wat voor akkoord is dat precies? Want dan komt dat daar dan natuurlijk een tweede probleem op. Stel dat er een soort vrede wordt gesloten. Waarbij je toch het gevoel hebt, het is niet helemaal fris. Van beide kanten niet. Poetin zal zeker ontevreden zijn en Oekraïne wellicht ook. Dan kom je natuurlijk aan de vraag, hoe vermijden we dat dit toneelstukje door de Russen over 5 jaar weer wordt opgevoerd? Of over 6 jaar, of over 10 jaar. Zodat ze eigenlijk aanhoudend als een soort van onweersbui die niet verder komt, boven Europa blijven hangen. Zoiets in die geest.
dan betekent dat wij op enige wijze de vrijheid, nee, de veiligheid van de Oekraïne moeten garanderen. Maar Oekraïne mag geen lid van de NATO worden, want dat zal een basis-eis van Poetin zijn, ze mogen lid van. Dus je moet dan die veiligheid van de Oekraïne garanderen. Dat lijkt dan natuurlijk op artikel 5. Hè? En dat zal dan toch, als de Amerikanen daar geen rol in willen spelen of kunnen spelen, zal dat heel lastig zijn om een echte veiligheidsgarantie te bieden. Hebben ze wel in die onderhandelingen hebben ze dat genoemd? Hè? Canada was een van die landen die dan daar garant voor staat voor die veiligheid. Ja, maar in het geval van Canada vind ik het door en door sympathiek. Niet waar, maar het Canadese leger is nou eenmaal niet zodanig dat het op stel en sprong. Nee, het was een van de in landen. In zodanige omvang naar Europa kan komen dat je er wat aan hebt. Nee. Hoezeer wij ook moeten dankbaar zijn voor de Canadezen die in 1944, 1945 naar Europa zijn gekomen. Nee, dus daar zou dan een brede coalitie moeten zijn die onder leiding van de Verenigde Staten absoluut waterdichte veiligheidsgaranties aan de Oekraïne geeft, die eventueel in dat geval bereid zou zijn bijvoorbeeld de Krim te laten schieten. Zou je voor zo geweldig belangrijk is die Krim nou ook weer niet. Dus daar zou over te praten moeten zijn. Maar nu natuurlijk de laatste mogelijkheid, is het niet in allerlei opzichten voor Poetin als dit nu misgaat met dat offensief, wat die Russen aan het opzetten zijn of aan het uitvoeren zijn. Hij laat het gewoon sudderen. Wat ik al zei, sudderen à la de toestand vanaf net 2014, maar net op een iets hoger niveau sudderen. Schiet af en toe zo'n raket daarvoor op een station. Allerlei spelden prikken op allerlei plaatsen. Er worden weer 3 dorpen veroverd en dan trekken ze zich weer terug. Nadat ze iedereen vermoord hebben en de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Een war of attrition van, ik weet niet precies wat is het juiste Nederlandse woord daarvoor. Dat moeten alle luisteraars even in het woordenboek opzoeken. Ja, zoek eens iets op in het woordenboek. Hartstikke nuttig, ja. Mijn kinderen vroegen ook altijd van, pap, wat betekent dat woord? Je noemt maar een woord op, even meer. En dan zei ik altijd, ja, dat weet ik wel, maar dat ga ik jullie niet vertellen. Je moet het opzoeken. Dat is nou, hè? Zoek eens wat op. Oké, dus dit, als je het zo beziet, ben ik er niet 100% optimistisch over gestemd. Ook als Oekraïne heel succesvol is in het blokkeren van het nieuwe Russische offensief, wat we normaal af moeten wachten, niet waar, kan het gewoon lang gaan duren. Omdat Poetin geen voordeel ziet in het beëindigen van de toestand. Je kunt ook zeggen, ja, die sancties zullen uiteindelijk zulke verschrikkelijke effecten hebben op de Russische economie, dat Poetin wel bakzeil moet halen. Maar die sancties hebben effect, daar is iedereen het wel over eens. Maar de vraag is of ze dat niet gewoon zullen incasseren. Hmm. Dat is een mogelijkheid. Dus dat het gewoon lang kan gaan duren. Dat begrijp je, met verschrikkelijke gevolgen voor de Oekraïne. Ja. Namelijk verdere langdurige subtiele verwoestingen. En niet zo subtiele verwoestingen van allerlei oort. Ik begreep dat de Oekraïnse economie met 45% in omvang was afgenomen. Ja. Hebben het land gewoon vernietigd? Ja, dat is dramatisch. Waarbij natuurlijk ook een deel van de zeg maar, hoogopgeleide elite vertrekt uit het land en natuurlijk ook niet meer terugkomt. Ja. Hoger opgeleid, hoe groter je kansen zijn dat je in het Westen snel aan de slag kunt. Ja, er zijn ook wel weer wat mensen, want het Westen van het land van Oekraïne is nu relatief veilig. Daar zijn weer wat mensen teruggekeerd. Hè? Ja, dat is waar, maar ondertussen zijn er toch, wat is het, 5,5 miljoen mensen vertrokken. Dat klopt, ja. Dat is meer dan 10% van de bevolking. Maar in Kiev waren de restaurants weer open. Dat is voor een belangrijk gedeelte, ja. Kon ik me maar voorstellen. Want de kans dat net jouw restaurant getroffen wordt waarschijnlijk niet zo verschrikkelijk groot is. Ja. Ik begreep dus wel dat ze allemaal hun koffertje klaar houden staan op het moment dat er dus weer iets gebeurt, dat ze meteen weg kunnen. Ja, leven uit de koffer. Ja. Tot zover deze podcast. In een van de volgende podcasts ga ik met Maarten nog een keer in op zijn rol in het polariseren van de persoon Pim Fortuyn. Voelt Maarten zich mede verantwoordelijk? En kwam de kogel inderdaad van links? Daarover spreek ik met Maarten in een van de volgende podcasts. Abonneer je alvast op ons kanaal, dan krijg je deze podcast automatisch en als eerste in je feed. Op Apple Podcast klik je op het plusje op de podcastpagina en op Spotify klik je op volgen en het belletje.
Dat zou toch in allerlei opzichten rampzalig zijn. En als mij straks wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. Begin februari van 2002 gaf Fortuyn een interview aan de Volkskrant, waarin hij meldde aan de lezers dat Nederland vol was. Maarten Verossum over het populisme. En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk, ja, begrijpt u, metaforisch voor het idee dat er komt niks meer bij. Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamieten meer. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.